Allemaal. We zijn hier bij de opnames van Thermo Tokyo, kan ik dat zo noemen? Thermo Tokyo? Huh? Ja. Ja, we zijn dus hier bij de medische kamer. We zijn bezig met slush te maken, voorbereiding op training. Dus ik laat het even zien hoe het hier allemaal aan de pas gaat. Doc en Fysio doen het hartstikke goed samen. Teamwork! Willen jullie nog iets vertellen hierover? Dat de kijker ook nog iets meer informatie heeft over waarom we slush nemen. Ja, slush, dat doen we om de kerntemperatuur te koelen. Ongeveer 400 gram slush gaan we, jullie gaan dat innemen. Een half uurtje voor de training ga je daarmee beginnen. Zodat op het moment van training je kerntemperatuur wat lager is en dus wat meer ruimte om daarin te koelen. Nou. Het is hartstikke lekker, dat moet je ook even maken. Dat wilde ik net zeggen, je pikt de woorden uit mijn mond. Dus hier worden alle bidons voorbereid. Iedereen heeft zijn stickertje met de initialen erop, zodat je weet wat het voor jou is. Alles is natuurlijk coronaproof. Dus ja, dan wordt hij hard gewerkt, Fysio en Doc. Ja, om de slush voor te bereiden. Bedankt, hè? Ja, deze man, ik was gericht op doorstand. Gedaan. Er komt zo meteen nog wel een momentje van terug. In de opbouw heb ik even één ding. Allereerst, de bal moet lopen. En we zijn op zoek, dit komt ook terug uit het spelletje wat we gisteren hebben gedaan, wat we net hebben gedaan. Maar de bal moet wel lopen. Vanuit stilstaand zijn zij georiënteerd, pats. En dan kunnen ze of de bal onderscheppen of er zit volle bak druk. Dus het moet van tempo zijn, maar je bent wel steeds vooruit aan het kijken of die kan. Dit is wat we verwachten in de opstelling. Nou, we spelen ongeveer tegen Barcelona. Dus Liek, jij mag wel iets vertellen over je teamgenootjes. Ik ben wel benieuwd hoe je de linkerkant inschat, wat je daarover kan vertellen. Nou goed, dan laten we de spelers bij langs gaan. Zodat je je teamgenoten iets van een gevoel kan geven tegen wat voor team we gaan spelen. Wat kan je zeggen over Leon? Goed aan de bal, goed linkerbeen. Wel fysiek in duels.
ja, dat eigenlijk. Ze zijn allemaal gewoon goed aan de bal. Ze denken allemaal wel van Spanje. Ja, zeker. Patri? Patri is ja, een beetje de motor van het middenveld, zou ik zeggen. Gewoon goed aan de bal, open draaien, gewoon ja, heel vast. Ja. Zeker het eerste wat je zegt valt ook heel erg op in de beelden die wij gezien hebben. We hebben uiteraard meer beelden gezien dan alleen die wedstrijd tegen Amerika. Eigenlijk altijd de spelverdelen, zeker de speler die daar speelt, altijd het motortje van het team. Kijken we naar het Spaanse team, dan valt gewoon op, ze zijn heel vast aan de bal, ze zijn heel vaardig aan de bal. Dat gaat een hele leuke challenge worden. Daar zijn wij benieuwd naar. Vragen? Mooi, that's it. Ik vind het Spaanse elftal wel goed. Er zijn ook natuurlijk heel veel van mijn teamgenoten die daar spelen. En ja, daar train ik dagelijks mee. Het niveau is gewoon heel erg hoog. En nu zie je wel dat Barcelona natuurlijk eigenlijk aan alle kanten er bovenuit springt. Ja, wel gewoon echt kwaliteit aan de bal. En eigenlijk zijn ook alle speelsters zijn technisch heel begaafd. En ja, hebben gewoon heel veel kwaliteit. En dat is natuurlijk ook wel de vorige wedstrijd dat ik tegen Spanje gespeeld heb. Dat wel een tijd geleden, maar ook toen voel je eigenlijk de kwaliteit. De kwaliteit die zij aan de bal kunnen leveren is gewoon ontzettend hoog. We weten natuurlijk van Spanje dat het een hele dynamische ploeg is. Dat ze heel veel kwaliteit hebben. En nou, dat kan je natuurlijk ook aan Barcelona zien. Echt een topploeg. En we gaan gewoon tegen een topstegenstander spelen. En ik ben heel erg benieuwd wat we daar tegenover kunnen gaan zetten. Spanje, altijd een lastige tegenstander. Weg bij Van Dongen. González, Hermoso, Caldentey. Iedereen blijft staan. En bij de tweede paal wordt er dan binnengekopt en gaat hij erin. Guijarro is degene die hem maakt. Er wordt gewerkt. Er werd gewerkt. Nee, er wordt toch gewerkt. Aan iets van een kans nu. Martens, Miedema. En bij de tweede paal. Och, wat een mogelijkheid zeg voor Van der Zanden. Gigakans. En het eindsignaal. Oranje verliest in Marbella. Zeer, zeer, zeer verdiend van Spanje. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Wat zei je? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Hier is het gewoon rood fruit en melk en yoghurt en acai. Van alles. Dank je. Jacques, zal ik je even ondersteunen in dit proces? Yes, come through. Nou, we hebben zeg maar twee verschillende soorten smoothie bowls. Thank you. We hebben één meer choco en één meer fruit. Jacques maakt de fruit, ik maak de choco. Ik kijk wel echt op de camera naar de reactie. Oké, laat. Was die eerste met pindakaas? Zij zit meer in de zin dan ik. Was die eerste met pindakaas ook? Ja, oké, dat is met. Ja, dus we maken onze klanten natuurlijk hartstikke happy. Op deze zondagochtend. Gewoon op zondag, hè, doen we voor die mensen. Hoe is de taakverdeling erbij? Ja, ik kan mezelf wel de hoofdpersoon noemen voor mezelf. Jacques is mijn leerling. Het is voor de eerste keer dat ze smoothie bowls maken. En dat zijn onze smoothie bowl decoratie mensen. Nou, ik zou deze filmen hoor. Ja, kijk, echt het verschil, ja. Dit ben ik. Ja, kijk, bij mij krijg je veel meer. En dit is Lieke. Ja, bij mij krijg je een goed gevoel bakkie. Welke is het? Wacht even, wacht even. Nee, dat is mijn eerste bakkie. Welke is het? Mijn tweede bakkie, ik ben het wakker. Nee, welke is het? Nee! Goed kijken. We hebben liefde gemaakt. Bedankt, meisje. Ja, ik krijg maar om dit ding. Als Lieke iets maakt. Hoe kan het bij jou zo blijven dan? Ja, omdat ik er heel goed ben. Maar vertel even, wat is het takkie? Ja, zo. Blaadjes. Ja, dat is een beetje spruit in je handje. Ja. En hoe, dit is samen nog zwaarder. Ja. Doei, zie je? Het zinkt gewoon. Je ziet het niet eens. Ja, nou, dan gaat gewoon die granola daar dan. Oh, je hebt eentje gemaakt ook. Ja. Oké, misschien. Dan moet je even wachten op de volgende. Want dit is. Kijk even naar die van jezelf. Nou, iemand is al lekker aan het genieten. Wat is hoor. Dit? Ze wilde deze helemaal niet. Oh nee, kom op. Daar werken mensen hard op. Ja. Dit is nog steeds mooier dan die van jou.
Zeg iets. Ja. Dit is echt niet mooi. Nee. Liek was net wel beter. Ja, maar dat maakt niet uit. Oké, best wel. Afblijven. Wow, dan. I'm impressed. Yes, though. Kun je voor mij ook zo een mooie maken? Zeker. Vertel. Daan, Lieke. Jullie mogen kiezen. Jullie hebben er nog? Lieke en Lieke. Jullie mogen kiezen. Mijn is wel met heel veel liefde, maar ik heb er echt mijn best op gedaan. Jazeker. Ik ben ook nog op. Ik ga nog even mooier maken. Oh, je gaat hem ook mooi maken? Oké. Dat is heel mooi, hè? Ja, vind ik wel. Oké, ik moet het naar Kansing. Ben je klaar om je verlies uit te doen? Ja, ik neem hem. Ik ga nu lekker ontbijten bij mij. Oh, je loopt er goed gedaan. Jij ook, gefeliciteerd. Heb je geklikt? Ja, dat is aan. Kijk, ik kan wel even luisteren. Hallo. Ja? Doe maar even praten hiervoor. Hey. Nee? Wacht even. Ja, je bent scherp. Ja. Nou, welkom bij de fotografielessen van Danielle van der Loen. Willen jullie weten wat ik allemaal al heb gemaakt? Wacht, ik maak foto van jou dan. Oh, je is oprecht vet. Nou, eigenlijk moet je dus gewoon niet weten hoe zo'n camera werkt. En dan maak je hele mooie foto's. Ik wil niet te dichtbij komen. Nee, je bent een perfecte focus. Oké. Kijk, dan heb je dus dit als resultaat. Mm-hmm. Do en ik hebben even de camera afgepakt zonder dat ze het weten. Niet doof, dingen. Nu kunnen we wel even een TikTok filmpje maken. Ja. Aniek! Aniek! Ja? Kom hier. Daante. Ik doe wel even jullie filmen. Oké, sta ik erop? Ja. Laten we even een dansje doen. Maar ga voor jullie staan dan. Aniek is daar ook. Aniek daarheen. Ja. Oké. Okay. Oh ja, goed. Ja, ik ook. Nou, we zijn bijna klaar. Ja, ready. Ready? Ja. Ready. Ja. Hallo. Hey, hallo. Goedemiddag. Alles goed? Zullen we gewoon eens eventjes kijken of jullie wat leuke vragen hebben bedacht? Wat eten jullie voor de wedstrijd? Pannenkoeken vind ik ook lekker. Ja, dus want dat hebben we soms ook wel eens voor de wedstrijd. Ja, soms ook wel eens, ja. Want dat is ook goed. Ja. Maar dan niet te veel stroop en te veel poedersuiker, hè? Want dan rolt de bal niet meer, maar dan rollen wij. Hi, oh, Finn. Finn is weer aan de beurt. Hoi, Finn. Hoe kan ik profvoetballer worden? Nou, door te geloven in jezelf, heel veel plezier te hebben en op het moment dat je vrij bent, blijven trainen. En dan vooral met een hele grote lach op je gezicht. Ik maak ook heel veel goals al in trainingen, dus. Nou, goed, dat zo. Bedoel ik. Dat moet je dus volhouden. Dan kom jij er wel, hoor. Dus bedankt heel erg. En we hopen jullie dinsdag weer tot dinsdag op de iPad. Ja, tot dinsdag. En we gaan nu tot dinsdag. Tot dinsdag. Goffert Nijmegen, dat is het decor van Nederland tegen Australië. U ziet de Nederlandse dames allemaal met een iPad het veld opkomen. Dat zijn de mascottes die thuis zitten.